Hallo, ik ben Nelle de Visser en ik werk voor Pleegzorg West-Vlaanderen. Pleegzorg is een dienst voor kinderen en jongeren die tijdelijk om welke reden dan ook niet thuis kunnen blijven. Dat kan voor lange tijd of heel kort zijn, maar pleegzorg is er ook voor volwassenen met een beperking of psychische problematiek. Ik ontmoette mijn pleegzoon zo'n 11 jaar geleden via mijn vorige werk, dat was in de sociale sector. Voor dat moment had ik eigenlijk nog nooit aan pleegzorg gedacht. Maar doordat ik hoorde dat hij eigenlijk niet zou terecht kunnen bij zijn eigen ouders, zette me dat een stukje aan het denken van, goh, zou ik dat kunnen? Zou ik dat willen? Daar heb ik eigenlijk een aantal gesprekken gedaan met mijn gezin, mijn familie, mijn vrienden. En pleegzorg uiteraard ook. Na al die gesprekken heb ik dan eigenlijk de knoop doorgehakt en gezegd van oké, ik ga ervoor. Ondertussen woont mijn pleegzoon zo'n 11 jaar bij mij. Wat eigenlijk al een heel avontuur is geweest. Waarbij dat de steun van familie en vrienden onmisbaar is geweest. Dat is natuurlijk in elke zin zo, maar bij ons is dat nog altijd dat tikkeltje anders. Wat maakt dat anders? Niet het feit dat dit mijn pleegzoon is, want ik kan me niet voorstellen om iemand nog liever te zien dan hem. Maar vooral ook het stukje wat hij doormaakt. We hebben een heel sterke band en hij groeit op bij mij in mijn gezin. Maar hij heeft natuurlijk ook nog altijd zijn eigen gezin en het stukje wat hij daarvoor heeft meegemaakt. En dat zorgt ervoor dat hij vaak soms wat verward is en zorgt ook wel wat voor moeilijkheden momenteel. Het is een heel groot avontuur, maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Ik doe het met heel veel plezier en met heel mijn hart. In West-Vlaanderen staan er momenteel 350 kinderen en jongeren op de wachtlijst die wachten op een plekje in een pleeggezin. En het was de bedoeling om aan de hand van de koffiecampagne deze zomer pleegzorg het gespreksonderwerp van de koffieklets te maken. Dus met de bedoeling dat mensen overwegen of pleegzorg misschien iets voor hen is. Mensen die dat overwegen, die kunnen zich inschrijven voor een infosessie voor pleegzorg. Dit najaar kan dat in Harelbeke in Cultuurcentrum Het Spoor op 19 oktober. Voor die infosessie kunnen ze zich inschrijven via onze website en dat is www.pleegzorg.be.